De oude videokring in de Nieuwe Ebbingenstraat krijgt een nieuwe naam. Films van Rolf. De oude naam staat nog wel op de gevel, maar dat komt omdat de nieuwe eigenaar, Rolf Karst, nog geen tijd heeft gehad om deze te vervangen. Op 7 april sloot de curator de oude zaak videokring omdat de zaak failliet was. Karst, een oud werknemer van de videokring, kocht de inboedel van de curator en heropende de zaak op 25 juli. Karst wil de hele zaak verbouwen, maar de naam liet hij nog even staan. Dit tot groot ongenoegen van de oude eigenaar Bert Holtrop, die ondertussen een nieuwe zaak heeft geopend, schuin tegenover die van Karst. Dat je 30 jaar de naam videokring gebruikt en mensen het recht geeft om die naam te gebruiken. En dan gaat er ineens iemand die zegt van ja, maar ik ben videokring. Dat is natuurlijk logisch dat dat niet een leuke situatie is. De naam videokring staat op dit moment nog op de gevel, maar dat gaan we natuurlijk veranderen in films van Rolf. Alleen dat heeft zijn tijd nodig. En op dit moment is het wel fijn dat de klanten weten dat er weer een videotheek zit. We hebben ook briefjes opgehangen waarvan wij zijn niet verhuisd. En met wij bedoelen natuurlijk de films die hier gewoon zijn blijven staan. En het personeel wat hier ook weer gewoon weer terugkomt. Holtrop dreigde zelfs met een kort geding. Succes. Ja? Ja. Niet meer, niet minder. Nee. U ligt er niet zo wakker van, hè? Nee, ik slaap er geen minuut minder om. Nee. Kijk, er komen dadelijk mensen die laten inschrijven. Die komen uit andere plaatsen waar ze altijd weer videokring gehuurd hebben. En dan staan ze ineens, daar staan twee videokringen. Dus dat kost geld. Hoe dan ook, bewoners van de binnenstad hebben keus genoeg als het gaat om een videotheek. De twee boze buurmannen ontvangen beide hun klanten met open armen.